De commissie die heeft een prestatie van formaat geleverd. Want die hebben in heel weinig tijd... hebben ze maar liefst meer dan 600 sollicitaties gehad. En ze zijn er vervolgens in geslaagd om een, naar ons aller gevoel, evenwichtige lijst samen te stellen. En ik wil hier beginnen om de leden van de commissie zeer te danken voor hun inzet. Er zijn een aantal leden hier aanwezig. Die hebben, dat begrijpt iedereen, met al die 600 kandidaten, waar ze niet met iedereen, maar wel met veel gesprekken hebben gevoerd. Die hebben dus echt iets geweldigs gedaan en daarbij zijn wij hen buitengewoon dankbaar voor. En ik ben vandaag buitengewoon tevreden dat ik hier deze lijst mag presenteren. 70 unieke kandidaten met gedeelde idealen. 70 mensen die er met hart en ziel voor kiezen om zich in te zetten voor ons land. 70 mensen ook die een afspiegeling vormen van ons land. Het is een mix van oud en nieuw. Jong en oud, man en vrouw, met allerlei verschillende achtergronden, mensen uit het hele land. Deze lijst is Nederland. En al die verschillende achtergronden, al die verschillende ervaringen, die gaan we ook in de komende periode hard nodig hebben. Want, en daar zeg ik natuurlijk helemaal niks bijzonders mee, het zijn geen eenvoudige tijden. En het zijn tijden waarin we ingewikkelde keuzes moeten maken. Lastige tijden. En wij zullen in deze periode zullen wij de gevolgen moeten opvangen van niet alleen de economische crisis. We zullen ook hard moeten nadenken over de gevolgen die de vergrijzing met zich meebrengt. En tenslotte de klimaatproblemen en in relatie daarmee alles wat samenhangt met duurzaamheid. Dat zijn de grote uitdagingen waar wij voor staan. En wat we tegelijkertijd ook in deze periode willen en waar we onze bijdrage aan zullen geven, dat is werk voor zoveel mogelijk mensen. Onderwijs, ook de Partij van de Arbeid zegt dat onderwijs buitengewoon belangrijk is. Veiligheid, betaalbare zorg, dat zijn een aantal belangrijke speerpunten die ons in deze komende periode zullen bezighouden. En het zal u niet verbazen dat ik er met deze kandidaten het volste vertrouwen in heb dat wij onze bijdrage zullen leveren om Nederland tot een mooier land te maken. Dat we niet alleen verstandige keuzes zullen maken, maar dat we ook mensen ervan zullen overtuigen van die keuzes, van die gezamenlijke opdracht die we hebben. Dat wij in staat zullen zijn om te werken aan een fatsoenlijke samenleving waarin iedereen meetelt. Omdat we die keuzes maken met mensen die weten wat er leeft in onze samenleving en omdat ze daar deel van uitmaken. En daarom, ik zei het al, deze kandidatenlijst met deze 70 mensen, dit is Nederland. Gisteren is bekend geworden dat Eberhard van der Laan niet beschikbaar is voor de Tweede Kamerlijst voor de Partij van de Arbeid. Ik vind dat jammer, maar ik begrijp zijn overweging. Hij is kandidaat voor het burgemeesterschap van Amsterdam, dat naar ik begrepen heb onlangs vakant geworden is. En hij vond het niet zuiver om zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer te handhaven. Ik wil nu graag de eerste 10 kandidaten van onze lijst en de eerste 5 nieuwkomers aan u presenteren. En ik laat die 1 voor 1 naar het podium komen, waarbij ik al onmiddellijk aan toevoeg dat 2 van die nieuwe 5 er om uiteenlopende redenen niet zijn. Maar daar zal ik zoiets over zeggen. En vanzelfsprekend, dat is maar een deel van de lijst. Maar in verband met de tijd doen we het op deze manier. Ik zal daarna aan iedereen die op de lijst staat vragen om hier op het podium te komen. En daarna, als we dat allemaal gehad hebben, dan krijgt u alle gelegenheid om met alle kandidaten te spreken. Ik begin met onze nummer 2. En dat is Nebahat Albayrak. U kent haar de afgelopen tijd als een voortreffelijke staatssecretaris van Justitie. En ik weet wat voor ingewikkelde post dat is. En daarvoor is ze jarenlang een uitstekende volksvertegenwoordiger geweest. En zij zal straks ook iets zeggen. Op nummer 3, Ronald Plasterk. Oud-minister van Onderwijs, die ervoor heeft gezorgd dat de schooluitval gehalveerd is. Dat leraren weer het salaris krijgen dat ze verdienen. En Ronald heeft zich de afgelopen jaren ook laten zien als een groot voorvechter van emancipatie van vrouwen en van homo's. En voeg ik er ook nog maar even aan toe, hij is gedurende de tijd dat hij lid was van het kabinet ook lid geweest van de financieel-economische zeshoek. Op nummer 4, Mariet Hamer.
onvervalste sociaaldemocrate. Ze kan bogen op 12 jaar ervaring. En ze is in staat op ieder terrein het PvdA-geluid te laten horen. En zij heeft ook de afgelopen periode als fractievoorzitter... heeft zij op een voortreffelijke manier heeft ze daar vorm en inhoud aan gegeven. Nummer 5, Jeroen Dijsselbloem. U kent die afwijking van de Partij van de Arbeid. 1 man, 2 vrouw, 3 man, 4 man. En dan gaat het net op de verkeerde manier. En Ronald Luizing blijft daarin staan. Jeroen Dijsselbloem. Niet alleen bekend als woordvoerder integratie. Hij is ook een allrounder geworden als vice-fractievoorzitter. Geen onderwerp is hem te veel. Nummer 6, nieuw in de fractie, Jetta Kleinsma. En ik ben reuze blij dat Jetta na haar overstap vorig jaar van lokaal Den Haag naar landelijk Den Haag ervoor gekozen heeft om nu door te gaan. Jetta heeft duizenden jeugdwerkelozen voorkomen en ze heeft laten zien dat ze een moeilijk besluit... als het besluit over de AOW-leeftijdsverhoging... dat ze dat niet alleen op een sociale wijze kan nemen... maar ook kan vertolken. Jetta, we zijn blij dat je hier staat. Nummer 7, Diederik Samson. Een idealist met een groen en een groot hart... Diederik is van de toekomst, van innovatie en van duurzaamheid. Iemand die ons er dag in dag uit aan herinnert... dat we de wereld op een goede manier moeten nalaten aan onze kinderen. En hij overtuigt ons daarmee en wij zullen hem daarin krachtig volgen en steunen. Nummer 8, Gerdy Verbeet. Onze Kamervoorzitter en een goede Kamervoorzitter in moeilijke tijden. En u kent haar niet alleen als Kamervoorzitter... maar ook van haar inzet voor ouderen in de Kamerperiode daarvoor. En sport. Hoe kon ik het vergeten? Nummer 9, Frans Timmermans. Limburger en Europeaan, spreker in vele talen op een prachtige manier... en een bevlogen denker over de sociaaldemocratie... die daar niet alleen over nadenkt, maar dat ook op een voortreffelijke manier... daar ook uiting aan geeft in mooie verhalen. Nummer 10, Sharon Dijksma. Begonnen als een van onze jongste volksvertegenwoordigers en nu, nog steeds jong, een van onze meest ervaren kandidaten. Als staatssecretaris van Onderwijs een kundig en bevlogen voorvechtster voor kansen voor de allerjongste kinderen. En dan de hoogste nieuwe binnenkomer, dat is op nummer 15. En dat is voor geen van u een onbekende, Ahmed Marcouch. Ahmed, op latere leeftijd naar Nederland gekomen en hij heeft alle kansen benut die ons land te bieden heeft. Hij was politieagent en hij is nog altijd een man van de straat, van zijn slotervaart, waar hij de problemen niet alleen benoemde, maar ook werkelijk heeft opgelost. Ahmed, we zijn blij dat je erbij bent. Op nummer 17, maar hij is er niet, staat Ed Groot. Ed was redacteur economie en politiek en sinds een paar jaar columnist bij het Financieel Dagblad. En ik ben blij dat we met Ed een buitengewoon deskundig financieel-economisch specialist in huis hebben gehaald. Nummer 18, Shura Dikkers. Voormalig directeur van de Evert Vermeer Stichting en Stop AIDS Now... die weet dat de wereld groter is dan ons eigen land... en die staat voor internationale solidariteit. Op nummer 21, Jeroen Recour.
rechter in het gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba en daarvoor bij de Amsterdamse rechtbank. Die jarenlange ervaring neemt Jeroen mee naar de Tweede Kamer. Maar u hoort het al, hij is nu rechter in het gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba en daarom is hij er niet. En tenslotte op nummer 25, Metin Çelik. Politieagent in Rotterdam en omstreken met 12 jaar ervaring als raadslid en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad in Rotterdam. Een man die, net als ik, het blauw op straat een bijzonder warm hart toedraagt. Daarmee hebt u de eerste 10 hebt u gezien. Ik geloof dat ik pas begonnen ben met nummer 2, maar de gedachte is dat ik nummer 1 word. We zullen dat zondag zien. En ik heb u 3 van de hoogste nieuwkomers heb ik u laten zien. En ik wil nu graag het woord geven aan onze nummer 2, aan Nebahat Albayrak. Dankjewel. Dankjewel Job. Beste mensen, voor degenen die dat nog niet weten. Ik ben groot geworden, opgegroeid in Rotterdam. Op Rotterdam-Zuid, zoals we dat daar noemen. Het was voor iemand met mijn achtergrond niet vanzelfsprekend dat je kansen kreeg. En op Rotterdam-Zuid, in de Afrikaanderwijk, al helemaal niet. Want ik was kind van een gezin, een arbeidersgezin, met 7 kinderen. Met een vader die al vrij jong in de WAO terechtkwam, 100% afgekeurd. En de uitdaging was toch om al die 7 kinderen goed terecht te laten komen. Mijn ouders hebben zich geen dag zorgen hoeven te maken over de kwaliteit van het onderwijs dat ik genoot. Op een openbare scholengemeenschap op Rotterdam-Zuid. Zij hoefden zich geen dag zorgen te maken over de betaalbaarheid van dat kwalitatief hoogwaardige onderwijs. Toen jaren later mijn beide ouders na een leven lang hard werken allebei ernstig ziek werden, hoefde ik en mijn broers en zussen ons op onze beurt geen dag zorgen te maken over de kwalitatief beste gezondheidszorg die zij zouden gaan krijgen. En al helemaal niet over de betaalbaarheid daarvan voor mensen met een toch wel erg kleine beurs. En dat is de keuze waar ik nu het land weer voor gesteld zie. Zien wij de mensen in Rotterdam, op Rotterdam-Zuid en in de rest van Nederland diezelfde kansen krijgen als die ik kreeg? Of zien wij de mensen zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen en de gezondheidszorg? Ik hoop dat de keuze waar de Partij van de Arbeid voor staat, ik hoop dat naast de bezuinigingen de investeringen die hard nodig zijn om te garanderen dat er nieuwe generaties opgroeien in dit land die dezelfde kansen krijgen als ik, dat die keuzes maken dat de Partij van de Arbeid op 9 juni de grootste wordt. Want Job, jij haat het als mensen jou bovennatuurlijke krachten toeschrijven. Dus dat zal ik niet doen, maar je hebt wel krachten die ik zie. En die krachten heeft de Partij van de Arbeid en die krachten heeft Nederland keihard nodig, meer dan ooit. Ik ben apetrots dat ik jouw nummer 2 mag zijn.